iedereen, welkom bij een nieuwe video. Hier op de Kafloeris en vandaag spelen we Brawl Stars. Laat er vast een like achter. Ben jij nog niet geabonneerd? Abonneer op mijn kanaal. Ik zit op Brawl Stars en wij gaan 10 megadozen openmaken op het account van El Stino. Super bedankt Stino, oftewel Stijn, voor het beschikbaar stellen van jouw account voor mijn video. En wij gaan even lekker 10 megadozen dus openmaken. Ik heb er super veel zin in. En ik heb weer een soort van, inspiratie gekregen. Als ik hier naar kijk, zie ik rang 25 met kracht 6 pam bijvoorbeeld. Ik zie een rang 25 met een Jackie 7. En dan denk ik bij mezelf, hey, wacht eens even, ik heb ook kracht 7 Jackie. Waarom heb ik geen rang 25? Jackie, ik moet meer spelen. Dan krijg ik altijd de motivatie. Supergoed account, Stijn. Maar hij moet wel heel veel knokkers nog. Hij moet nog Nani, Jean, Max, Sprout, meneer P. Meneer P zelfs nog. Spike, Crow en Leon. Dus dat wordt in ieder geval super vet. Wij gaan heel wat nieuwe knokkers voor jou halen, Stijn. We gaan ons best doen. Hij had niet heel veel geluk. Eén ding wel jammer. Oh nee, trouwens, ik wil zeggen, hij zit in Dutch Course. Maar daar haalt hij ook niet met zijn trofeeën. Maar misschien als we 2 nieuwe knokkers voor hem kunnen halen, kan hij even heel wat trofeeën omhoog. En dan kan hij misschien wel Dutch Corps gaan joinen. Wil jij ook Dutch Corps joinen? Ga naar lokaal, ga naar clubs, heb genoeg trofeeën en kom de Dutch Corps dan op dit moment op nummer 11 van Nederland. Super ziek. Maar we gaan beginnen jongens. Ik heb er zin in. We beginnen gelijk met de megadoos. En ik heb zo'n gevoel dat wij 2 nieuwe knokkers gaan krijgen in deze video. Ik heb een gevoel dat we er 2 gaan krijgen. Hoeveel denken jullie? Laat even achter in de comments hoeveel jullie denken. Maar we gaan gewoon lekker beginnen. Bam, 6. Ja, kijk. Hallo, hallo, hallo. Gelijk 6. Gelijk een goed begin voor onze grote vriend Stijn. En we gaan kijken wat we kunnen krijgen. Oké, Mortis. We beginnen even lekker in. Kijk, weet je, mensen geloven het niet, maar het is echt zo. Ik ben echt de packkoning van Brawl Stars. Trouwens, mag ik ook op jouw account, heb jij ook heel veel megadozen opgespaard? Stuur me even een Insta-DM en dan kunnen we even wat regelen, want jullie vinden dit super leuk om te kijken, dus ik wil dit zeker vaker gaan doen. Maar ik ben echt de packkoning. Let op, kijk, nieuwe knokken gelijk. Ja, zie je wel, bam! Nani in de eerste megadoos. Zo doen we dat op mijn kanaal. Let's go! Bam, Nani binnen. Wat een begin. Eerste megadoos, gelijk Nani. Gewoon koekoek, hallo. Gelijk Nani bij de eerste megadoos. En we gaan door, jongens. We hebben nu al, ik denk dat we er nu 3 krijgen. Ik denk dat we nu 3 nieuwe knokkers krijgen. Munten, krachtpunten, Daryl en Ems. Oh ja, we moesten de krachtpunten op Ems gooien of op een nieuwe knokker. Nou ja, we hebben Nani nu, dus alles op Nani. Kom, let's go. 6 gelijk weer. Natuurlijk. Wat gebeurt hier? Wij zijn de packkoning, jongens. Ik vertel het jullie. Bam. 6 nieuwe knokkers. Jessie. Sandy. Bam. Bibi. Hardy. Het kan ook een gadget zijn. Want ik zag dat hij nog niet een gadget had voor Jackie. We gaan het zien. Bam. Oké, sterrenkracht. Sterrenkracht voor Shelly. Super chill. Sterrenkracht beter dan gadget. Super hulsen van Shelly. Vertragen vijanden 3 seconden lang. Dat is de betere sterrenkracht die je kan krijgen voor Shelly. Dan wil ik heel even checken. Hoe zit hij qua hoogste krachtlevel? Oh, hij heeft alleen kracht 9 Shelly. Oké. Dan hebben we nu de krachtpunten. Die moest ik op M's van hem gooien. Tenzij we een nieuwe knokker hebben. Nou ja, we hebben nu een nieuwe knokker. Dat is Nani. Dus we gooien de krachtpunten op Nani. Dan gaan we door. Grote doos. Let's go. Munten, Rosa, Mortis en Daryl. Ik mocht van hem niks upgraden. Tenzij ik een knokker naar kracht 7 kon upgraden. Want dan kan je natuurlijk die gadget vrij spelen. Dus dan moet ik een beetje in de gaten houden. Nou, voorlopig is dat nog niet het geval. Maar dan moet ik wel een beetje in de gaten houden. Want dan krijgen we straks misschien wel een nieuwe gadget voor die ene knokker. Maar dan doen we kijken. Munten, Tick, Jackie en Boel. En dan gaan we door naar megadoos. We hebben tot nu toe alleen maar 6 gekregen. Kunnen we weer 6 items krijgen? Dat kunnen we helaas niet. Maar we zijn al sterk begonnen. Dus we mogen hier niet om klagen. Poco, Sandy, Brock en Nani. Die kan flink omhoog. Ik zal heel even Nani wel upgraden. Want dan heb ik het een beetje door wanneer Nani op kracht 7 zit. Oké, die zit nu nog op kracht level 3. Dan moet ik dus een beetje in de gaten houden. Want hij wil wel dat hij, als ik kracht level 7 kan met nieuwe knokker, wil hij dat ik dat upgrade. Want dan hebben we straks misschien wel kans dus op een gadget voor die knokker. Kijk, Rico. Waar gaat hij? Gaat nu naar de 5? Of gaat Rico naar... Gaat hij naar 7? Oké, gaat nu naar 6. Dus dan wachten we nog even daarmee met Rico. Dan gaan we door. 100 krachtpunten. Moest ik op de nieuwe knokker die ik pakte gooien. Wat dus Nani is. Bam. En dan gaan we gelijk even Nani upgraden. Want ik weet het altijd niet goed wanneer die dus kracht 7 is. Dan moeten we wel in de gaten houden. Oké, hij is nu kracht 5. Bijna kracht 7 dus. Oké. Gaan we gewoon lekker even door. Hoppatee, wat coins erbij. Oh ja, we krijgen natuurlijk ook Gil. Ja, dat is echt... Dan is het te makkelijk om 3 nieuwe knokkers te krijgen in deze video. Bam. Hallo Gil. Hallo. Gezellig dat jij er ook even bij bent. Gaan we door. Nieuwe reactie. Nog een knokdoos. Dan krijgen we Munten, Broel, Colt en Piper. Colt en Piper zijn die al kracht 7. Colt wel. En Piper is nog niet kracht 7. Maar
Dan gaan we naar 6. Dus dat blijf ik even vanaf. Gaan we door naar de krachtpunten. Gooien we weer op de nieuwe knokker. Dat is natuurlijk een Nani. Let's go. Die gaat richting kracht 6. Gaat allemaal de goede kant op. Oh, we kunnen hem nu ook op Gil gooien natuurlijk. We kunnen nu ook op Gil gooien. Zal ik de volgende krachtpunten op Gil gooien? Dan wisselen we het een beetje af. Let's go. Wat extra munten. Een nieuwe reactie. En een volgende megadoos. Kom op. 3, 2, boom. Nee, 5 weer. Oké. Bo. We hebben Jessie, we hebben Tara en we hebben Rico die omhoog kan. Let's go. We hebben nu een nieuwe Gil. Dan hebben we wat krachtpunten. Zal ik nu dan even op Gil gooien. Dan wisselen we het zeg maar een beetje. Beetje Gil, beetje Nani. Gewoon een beetje afwisselen. Dat is denk ik wel chill. Oké, dan hebben we nu bij een grote doos. Munten. Oh, prima. We hebben nog niks gekregen uit een grote doos. Dat is wel een beetje tegenvallend, als ik eerlijk ben. Dat verwacht ik ook nog wel. Dat we iets krijgen in een grote doos. Bam, volgende megadoos. Ik voel nu een 7. Ik weet niet waarom. 7. Ah, 5. Kom op. We begonnen zo sterk aan deze video. We begonnen zo sterk. El Primo, Frank, Colt, Nita en Bo. 300 krachtpunten. Wacht eventjes. Even kijken. Willen we die op Nani of op Gil gooien? Ik denk dat hij die liever op Nani wil. Want als we nu 300 op Nani gooien, volgens mij kan Nani dan naar kracht 7. En dat vond hij heel belangrijk. Ja, zie je wel. Die kan naar kracht 7. Dan hebben we de gadget open gespeeld voor Nani. En dan vanaf nu gooi ik alles dus weer naar Gil. Zodat we Gil ook zo snel mogelijk naar kracht level 7 kunnen. Let's go! Nieuwe knokker! Ah, gadget! Als het gelijk de gadget voor Nani was, zou dat echt heel ziek zijn. Oké, dan gaan we door. Hoppatee. Een Gil. En dit munten. Ik zag trouwens wel Rosa. Moeten we even opletten dat we niet straks een knokker 6 hebben. Rico, die kan nog... Oké, ik doe even voor de zekerheid. Want dan weet ik eventjes wanneer die hem 6 heeft. Dan weet ik dat eventjes. Oké, let's go. Dan doe ik ook even Gil upgraden. Dan houden we dat gewoon even in de gaten. Hij heeft nu natuurlijk toch heel veel munten. Oké, let's go. Dan gaan we nu door. 500... Ja, hier, kijk. Gelijk weer 500 munten. Gaan we door in deze knokdoos. En een gadget voor Nani. Let's go, boys. Gelijk een gadget voor Nani. Ik denk dat Stijn er echt super blij mee is. Dat is toch een goede keuze dat we die Nani gingen upgraden. Oké, wat een begin, jongens. Brock, Penny en Boom. Nou ja, begin. We zijn al bijna... Nou, nog niet helemaal bijna klaar. Maar we zijn al richting het einde aan het gaan. Ik wil nu even de 6 items. We krijgen een 6. Nee, we krijgen een 5 items. Jammer. Nita, Daryl, Tik, Pam, Ebit. Oh, Ebit kan nu naar 7 als het goed is. Volgens mij Ebit naar 7. Volgens mij Ebit... Ja, kijk eens aan. Ebit naar 7. En dat is een hele goede gadget. Dan kan je natuurlijk teleporteren. Dus dat is wel, handig. Oké, nice. Dan hebben we nu... weet je wat? Ik wacht nog even met die megadoos daaronder. Ik doe eerst even deze grote doos. Ems. Hey, let's go. Ems ook naar 7. Dan kan hij de gadget voor Ems krijgen. Super, super chill. Daar staat Ems. Boom. Let's go. Gadget vrijgespeeld voor Ems. Super chill. Gaan we nu even door. Megadoos. Kom op. 6 items. Oké. We moeten nu even rusten, want we hebben alleen maar Nani en Gil nog gekregen. En ik wil eigenlijk minimaal nog één extra nieuwe knokker. Dus dat gaan we even vanzelf zien of dat gaat lukken. Sandy, Penny, Colt, die is al 7, Daryl is al 7 en Carl nog 30 erbij. Hebben we hier wat gems, hebben we hier een grote doos, kom op, munten. Nani, Bibi en Tik. Oké. Nieuwe reactie, boeit niemand. Hebben we hier nog een knokdoos, munten, Rico, Dynamike. Dan wacht ik even met die krachtpunten. Doe ik eerst even de megadoos. Want stel wil ik misschien daardoor... Kom op jongens. Zo wil ik dan op ander iemand krachtpunten gooien. Frank kan omhoog. Let's go. Dus dat betekent dat hij naar 7 gaat. Volgens mij. Gaan we even checken. Frankje, ga je naar 7? Volgens mij wel. Ja hoor. Frank gaat naar 7. Let's go. Bam. Gadget vrijgespeeld. Nice. Dan hebben we 100 krachtpunten. Ga ik even loeren. We gaan hem niet op Nani gooien. Daar hebben we de gadget al van. Dus dan gooi ik hem op nieuwe knokker Gil. Dat is denk ik een goed idee. Bam. Gooi die op Gil. Let's go. Gaan we Gil gelijk upgraden. Let's go. Mooi. En dan upgrade ik wel ook gewoon Bibi gelijk erbij. Want hij heeft nu zoveel munten. Ik blijf wel van de dure upgrades af. Maar die Nita, die moet ik even doen. Want dat is gewoon echt handig. We hebben nu 500 krachtpunten. Daar wacht ik heel even mee. Ik ga eerst deze megadoos op openen. Kom op, nieuwe knokken. Ik voel hem. Let's go. 7. Oké, hier zit sowieso een nieuwe knokker in. Goed dat ik eerst de megadoos deed. Want misschien krijgen we nu een nieuwe knokker. Dan gooi ik daar gelijk die 500 punten op. Mortis. Oké. Frank. Rico. B. Kom op, gelijk een nieuwe knokker. Let's go. Oké, gadget. Voor Tara. Derde oog. En geen gadget. Nee, 2 gadgets. Ah, dat is natuurlijk wel chill. Maar ik hoop op iets anders. Ik ga eerst even deze doos openmaken. Misschien krijg ik een nieuwe knokker. En dan eindig ik met die krachtpunten. Kom op. Rimo, Piper. Nee, helaas. Oké, dan gooien we deze 500 krachtpunten. Gooien we op
ik denk op Gil. Maar hij zei, hij wou eigenlijk de nieuwe knokker zo snel mogelijk omhoog. Dus ik gooi hem gewoon op Gil. Bam. Gooi ik die op Gil. Let's go. Gil is een super goede knokker. En dan kan hij ook gewoon gelijk, als het goed is, naar 7. Wat dus betekent dat hij de gadget voor Gil ook heeft vrijgespeeld. Dus dat is super chill. Waar staat Gil? Waar sta je, Gil? Ik kan de Gil helemaal niet meer vinden, joh. Hè? Ik ben Gil kwijt. Ik weet niet. Oké, dan uppen we ook even Mortis. Let's go. En dan gaan we nog heel even door. We hebben nog 4k munten. Dus dat komt sowieso goed. Bam, grote doos. Munten, Bibi, Nita en Penny. Dan hebben we helaas maar 2 nieuwe knokkers gekregen. Wel een sterrenkracht voor Shelly, wat super chill was. Zijn eerste sterrenkracht. We hebben een gadget voor El Primo. We hebben een gadget voor Jessie. Gadget voor Nani. Gadget voor Tara. We hebben daarnaast hebben we dus 2 nieuwe knokkers. Dit is sowieso een geslaagde boxopening geweest, jongens. Ik hoop dat het een leuke video. Bedankt voor het kijken. Zien we de volgende video. En tot dan, mensen.